Daar rekenen we dan wel een beetje op. We gaan Robin naast fiets nummer 8 zetten. Daar heb je geen zweep voor nodig, Robin. Ik denk zelfs dat wij die zweep op jouw kont moeten leggen. Wil je een beetje vooruitkomen in het hoge gras? En de jongens denken dat ze mogen hebben, die fiets. Dan komen ze van een koude kermis thuis. Eens even kijken, Hans, wie missen we nog? Hoeveel hebben we er? We hebben er 10 en er zouden er 13 moeten komen. Jaap van Rijn zal toch geen sterallures krijgen, hoop ik, hè? Jaap was ook net aan het voorrijden. Dus ik denk dat wij zo langzamerhand onze ronde kunnen beginnen. Hans, mag ik jou de opening geven, omdat die jongen zo dichtbij in de buurt woont? Dikkie Hof, wil je de zweep even vasthouden? Ja. Zweep van Robin. Hou op. Zag je dat, Dikkie? Hij gebruikte hem gewoon bij mij, hè? Akelig mannetje. Dikkie. Ja, hij doet het weer. Isabella J. Dikkie, ja, de selectie was erg goed. Wat zijn de verwachtingen vandaag? Ja, goed. Ze is goed. Maar er zijn meer die goed zijn. Dus we gaan het zien. Mary die tegen de hengsten loopt, dat is altijd lastig. Maar deze kan het wel, hè? Ja, dat doet ze in principe het hele jaar al. Dus, en daar misstond ze niet in. Dus ik denk dat het vandaag ook kan. Een derby favoriet rijden, slaap je dan ook minder? Nee hoor, ik heb lekker geslapen. Mooi Dikkie, hartstikke. Ik ga met die linker microfoon richting Ruud. Maar Ruud heeft duidelijk aangegeven, hij wil niet te veel zeggen. Ruud, weet je wat we doen? We wensen je succes. Dankjewel. We lopen in één vloeiende beweging door naar Patrick Daan. Patrick, ideaal. Een stiekem en een hele goede kwalificatie, hè? Ja, hij liep wel goed in de kwalificatie tegen hele goede paarden. En hij kwam goed binnen. Dus aan de hand van die koers, ik hoop dat ik weer mee kan doen. Dus. En wanneer ben je tevreden? Nou, bij de eerste 5 ben ik tevreden. Of naar 5, ja, liever 1 naar 5, maar daar ben ik al tevreden. Dus. Eerste 5. Ricky Wester, Rick, ik heb het volste vertrouwen in jouw paard. Hoe staat jouw vertrouwen erin? Ja, het is een goed paard en ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat lopen. Koersloop zal een beetje mee moeten zitten, maar afstand is geen probleem, paard is goed. Is dat nou zo wat je zegt? Volgens mij kan ze alles. Ja, alles, maar in zulke koersen moet het ook wel een beetje mee zitten. Zijn ze nog niet echt getroffen, hè, de paarden van vandaag? Nee, kijk, vorige keer met koersverloop konden we niet winnen. En een derde paard kwam ook niet meer in gevaar. Dus was eigenlijk heel makkelijk. Duidelijk, je doet mee. Stefan, we hebben jou uitgebreid gesproken. Bedankt dat je er even bent. Ik ga in één keer door naar Robin Bakker. Jij komt zo dadelijk in het interview naar voren. Robin, de man achter Innovation Love. Robin, vertel ons even over die serie. Was dat echt voluit wat je ging? Nou, ik ging natuurlijk een beetje op 7. Had natuurlijk de week ervoor een zware koers gehad in Zweden. En voor mij was het belangrijkste dat hij gewoon geplaatst had en dat hij eerste gelid kreeg. En dat hij hier goed uit de voeten kan. En dat liet hij zien. En dat was allemaal goed. Ik zeg maar, de eerste kilometer even niks. En ik had een mooie rug. Maar de eerste kilometer ging niks. En de laatste kilometer even 13,5. Dus het paard was goed. Wat heb je vandaag in gedachten met nummer 8? Ja, we hebben al een paar keer nummer 8 gehad dit jaar, dus hij begint goed en we zien het wel van start af. We rijden weg en we zien het. Hij kan van voren, maar hij kan ook net goed van de rug af. Robin Bakker, hij rijdt Innovation Love. We gaan terug, ik geef hem even aan jou. Rick Hebbinge is aangeschoven, Rick. E-mail ook kan je. We hebben het er van tevoren kort even over gehad. Je kent paard niet zo heel goed, maar wat heeft over hij voor 2 minuten. Bij een harde koers heeft hij mogelijkheden. Bij een tactische koers denk ik dat de mogelijkheden klaar zijn. Dus een outsider kans. Ja. Succes. Er komen nog 2 mannen aan. Rogier, ik geef hem weer even terug. Ja, want hij lijkt het bij mij beter te doen, hè? Heeft dat te maken met je vullingen wellicht? We beginnen met Jaap van Rijn. Die gaat naar zijn ijsvinkfiets. Hugo Langeweg junior is inmiddels in het huis met Indian Fanatic. Hugo nummer 7, jouw fietsje. Ga straks even kijken hoe het met de bovenbeentjes gesteld is. Hugo, ben jij een outsider die misschien een beetje onderschat wordt? Ik hoop het. Je hoopt het, maar kan hij? Wat kan hij? Ik weet niet, hij gaat vandaag voor het eerst zonder ijzers. En de serie heb ik rustig aangedaan. Dus, maar we zien het. Als je bij de eerste 4 bent, is het goed. Is het een beetje een type Russel? Het is wel een Russel November, dus het zou kunnen. We gaan het zien. Indian Fanatic, een van de dark horses in het veld. John de Leeuw, de man die met een gigant van een outsider op start gaat. Dat past je wel. Defilé over 1 minuut. Of had je liever de andere van de stal gehad? Nou ja, tuurlijk. Kijk, als je natuurlijk een favoriet in handen hebt, is het natuurlijk heel mooi. Maar wat maakte dat je dacht dat dit de beste was? Nee, dat heb mij niet. De bepaalde trainer. En Ruud heeft natuurlijk dat paard van het begin af aan gereden. En dan is het logisch dat Ruud hem blijft rijden. Is de 2600 lekker voor het paard?
Ja, ik denk het wel. Hij heeft lucht te koop. Alleen hij is natuurlijk niet een van de makkelijke. Ik zit natuurlijk achter een goede beginner. En ik hoop een beetje goed weg te komen. Ja, en dan is het gewoon, hoe is het koers verlopen en wat heb ik over? Wat is voor jou de beste van de stal? Ja, ik ben altijd gek geweest van E-Classico. Een paard met lucht en macht en een paard ook wat zijn eigen koers kan maken. En daar hou ik van. Zou een leuke winnaar zijn, hè, Ruud, hè? Ik gun het Ruud heel graag, want het staat nog niet op zijn lijstje. En dat hoort eigenlijk op zijn lijstje. We gaan even naar de man die meedoet met de Olympische gedachten, André. Maar er is ongetwijfeld een enorme bus met fans afgereisd voor Ignacio. Ja, zeker weten. Ja. Ze willen graag. Misschien pak je een prijsje mee. Ja, daar gaan we op rijden. En, ja, we gaan het zien en we doen mee. En, ja, we wachten af. We gaan even naar Rob van Toor, want dat is natuurlijk wel een man die met outsiders wel aardig wat heeft gepresteerd in het verleden. Want ik volgens mij een overwinning, 2 tweede plaatsen. 1 keer 2e. 1 keer 2, maar outsiders. Wat kan IJM? Goed, de laatste keer niet in zijn goede doen. En vandaag ook voor het eerst zonder ijzers. En gaat goed daarmee. Je zegt de laatste keer niet in zijn goede doen. Wat had hij? Had wat probleempjes, licht ziek en is goed hersteld nou. En vandaag verwachten we meer. Interessant, en meer kan worden maximaal? Ja, voor de plaats. Je hebt gekkere dingen gedaan. Goed, we gaan naar de laatste twee heren hier. Jaap van Rijn als eerste. Jaap IJsvink, het verhaal is nagenoeg bekend. Het enige wat jij wel in zijn voordeel ziet is de afstand. Ja, het is een paard die veel lucht heeft. En ja, ik zeg het, hij is nog niet helemaal op kracht. Dus ja, speed heeft hij niet. Maar goed, als we goed in de ronde kunnen komen en er zit een beetje gang in de koers, dan laat hij niet zo gauw in de steek. En dan moet je hopen dat een ander op het end moe is. En dan komt IJsvink nog wel. Dus ja, daar moeten we op hopen en we gaan het zien. Je gaat wat paarden passeren. Jos, als nummer 13 in de strijd, wat is jouw beste derbyprestatie ooit? 2, met Uno Willinga. Die herinner ik me nog, ja. Toen kwam hij goed. Kan Incredible Dr. Paul dat verbeteren? Het zou een wonder wezen, denk ik. Het wordt een lekker paard, nog niet sterk genoeg. Maar dit is even te geleerd nog voor hem. Dit is nog even te geleerd, maar het is prachtig dat ze meedoen. Ze hebben petjes laten drukken. Ja, die mensen en liefhebbers die komen hier vandaan en die willen graag meedoen. Hartstikke mooi, Jos. Mooi, jongens, dat jullie er alle 13 zijn op de Haagse Stadsfiets. Mag een groot applaus voor de deelnemers aan onze Derby editie 2019. Ik zou zeggen, op uw plaatsen, 1, 2, 3 af. Even voor de duidelijkheid, jongens, die fietsen die zijn niet om mee te nemen. Excuus daarvoor, wellicht in betere tijden dat tot de mogelijkheden behoort. Is hij langzaam, hè, die wit, hè? Kijk eens. Deelnemers, Defilé. Maar ja, op VSN mogen ze ook de Harley Davidsons niet meenemen, dus... Ach, zo is het makkelijk. En we gaan in één moeite door, dames en heren, met het Defilé van de vijfde koers. De Davy Boko-prijs.